Ik ben Doris Baten. Ik speel Emma Kwaadvlieg en die heeft een volkstuin geërfd. En dat ziet ze eigenlijk wel zitten, terwijl ze niets met tuinieren heeft. Ze kan het eigenlijk helemaal niet. Maar dat gaat ze doen. Dus zij krijgt een huisje op een volkstuinencomplex. Rust en Vreugd geheten. En komt daar allemaal leuke mensen tegen. En dan blijkt er gewoon dat er op Rust en Vreugd eigenlijk heel weinig rust en vreugd is. Mijn naam is Wil van der Meer. En ik speel Harm. Harm is de voorzitter van het volkstuincomplex en dat is hij al heel lang. Hij regeert daar eigenlijk met ouderwetse, starre hand. Hi, ik ben Lilla Wagenmakers en ik speel Roos in Rust en Vreugd. Roos is de beste vriendin van Emma en samen smeden zij plannetjes om het bewind van Harm tegen te gaan. Nou, mijn naam is Sanne Fransen en ik speel Sherry en Fietje in de voorstelling Rust en Vreugd. En deze twee personages staan totaal tegenover elkaar. Dus dat vind ik hartstikke leuk als actrice om dat te gaan uitzoeken. Het leuke van de schrijver is dat hij de personages hele geestige dialogen kan geven. Heel herkenbaar voor het publiek. Het is echt heel humoristisch geschreven. Ik kijk er enorm naar uit, uiteraard, want ik ken deze mensen allemaal heel lang. Ik denk dat we een onwijs fijne tour gaan hebben en dat we een ontzettend toffe voorstelling kunnen gaan maken.